Ja, jij doet de intro? Ja, is goed. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Mies. Nick. En wij hebben een Q&A aankondigingsvideo online gegooid. En volgens mij binnen 2 uur hadden we een stuk of... Twee, 3 uur hadden we echt honderden reacties op. Ja, we hebben in totaal volgens mij 400 of 500 reacties binnengekregen binnen een paar uur. Dus het was ontzettend moeilijk om de beste reacties eruit te vinden. Maar we hebben het toch gedaan. En ja, er zaten een aantal leuke vragen tussen. En die gaan we behandelen. Ik zou zeggen, komt jouw vraag niet voor in deze video, dan zullen we die vraag echt wel behandelen in de volgende video. Want we kunnen nou eenmaal geen 500 vragen behandelen in de video. Laten we maar beginnen. De eerste vraag is voor jou of voor mij? Die is voor mij. De eerste vraag is van Leroy Deen. En die vraagt als volgt. Wat vind jij het leukste van YouTube? Nou, het leukste van YouTube is dat iedereen kan zijn eigen dingen erop gooien. Iedereen kan filmpjes maken, vlogs maken, blogs maken. Het mooiste eraan is om gewoon inderdaad om vuurwerk online te delen met iedereen. En dat ze mee kunnen genieten van onze sfeer die wij beleven. De volgende vraag komt van Tolletjes. Wil je een keer verkopen aan iemand? Nee. Doen we niet. De derde vraag is van Dylan van Uden. Jonge PTD, wat is jullie favoriete vuurwerkwinkel, bijvoorbeeld Kaufland? In mijn eigen visie is dat Houwakan in Pijnakker. Ik voel niet alleen door de producten, maar ook door de geweldige manager die erachter staat. Dus we waren van plan een half uurtje daar wat te filmen en we zijn een uurtje of 3 daar blijven hangen. En fantastische sfeer daar zo. Ja, daar ben ik ook wel mee eens. Alleen als je het verder dan Nederland moet kijken, dan denk ik dat bijvoorbeeld een Aldi ook wel heel erg mooi is. Ik bedoel, het is geen echte vuurwerkwinkel, maar het gaat er ook om dat je daarheen gaat en dat het... Je kent de Aldi als een supermarkt, weet je wel. En je komt daar en er ligt vuurwerk en dat is ook ontzettend mooi. Maar ik denk dat de beste vuurwerkwinkel die ik vind persoonlijk, niet in Nederland, Zena. Vooral Zena in Baarle en ja, Baarle, dat zijn ook hele mooie winkels. Veel sfeer en dat is toch wel erg belangrijk. Zeker. De volgende vraag komt van Lars Mandemakers. Hoe kom je erop om een vuurwerkkanaal te maken? PS, jullie zijn baas. Dylan, jij bent ook een baas om deze vraag te stellen. Tof dat je hebt gereageerd. Ja, hoe kwamen we erop eigenlijk? Nou, jij begon opeens alles te filmen. Ja, ik begon eigenlijk... Met een Blackberry. Ja, ik begon eigenlijk met een Blackberry ongeveer ja, onze oudjaarsdag te filmen. En ja, uiteindelijk begon ik die video's te uploaden, een beetje editen, een beetje online gooien. En ik wilde er helemaal geen kijkers mee trekken of zo. YouTube was toen nog aan het begin van hoe het nu uiteindelijk is. Ze hadden een andere naam volgens mij. YouPorn. Het was inderdaad zo dat ik gooide die video's online en het was eigenlijk voor ons. Want wij hadden echt gewoon een hele dag vol knalplezier met echt heel veel vrienden van ons die meededen. En ik wilde dat gewoon voor een aantal jaar daarna wilde ik ze gewoon dat we die video's nog steeds hadden. Nog steeds wel terug konden kijken. Ja, inderdaad. En uiteindelijk hebben we de subs gekregen gewoon automatisch. Ik had geen eens een naam voor een vuurwerkkanaal of zo. Uiteindelijk wilde ik een naam erbij verzinnen, want we hadden volgens mij een stuk of 500 subs of zo. En zonder een naam. Een kanaalnaam zonder een banner, zonder een avatar of zo. En toen hebben we dat kanaal Pierrot in Delft gemaakt. En toen ging het heel snel. Toen hadden we volgens mij datzelfde jaar al iets van 3.000-4.000 subs inderdaad. Toen ging het echt snel. Nou, de volgende vraag is van Enzo Knol. En die vraagt als volgt van hoe vaak ben je opgepakt door de politie of heb je in een cel gezeten? We zijn meerdere keren in aanraking gekomen met de politie, maar we zijn er altijd met de schrik van afgekomen. En ik heb nooit in een celletje overnacht. En jij? Ja, wij doen ook niet dom of zo. Kijk, we hebben wel eens illegaal vuurwerk natuurlijk op oudejaarsdag, maar... Ja, we blijven gewoon niet op dezelfde plek staan en als de politie komt, dan blijven we gewoon aardig. We gaan niet wegrennen of zo, weet je wel. We blijven gewoon rustig en ja, worden we gepakt, dan worden we gepakt. Maar ja, risico van het vak. Precies. Firefriend, die vraagt hoe oud was je toen je voor het eerste illegaal vuurwerk afstak? Dat is denk ik toen ik een jaartje of 13 was. Strijkers? Ja, ik weet het eigenlijk niet, maar ik weet wel dat er bestond toen een vuurwerkforum dat heette AVP. Deze pot is daarvan. En daar zat ik toen op en toen was er nog niet echt YouTube of zo, maar iedereen zat daarop en te praten over hoe je naar Baarle kon met het OV. En toen was ik een jaartje of 13 en toen ben ik uiteindelijk door AVP ben ik naar Baarle geweest op mijn 13e met een vriend. En toen heb ik daar illegaal vuurwerk gekocht en dat begon inderdaad met wat strijkertjes en zilvercrackers volgens mij. En toen zo doen. En Bert? Voor mij was ik een jaartje of 14. Volgens mij kreeg dat zo wel van jou. Of volgens mij waren het van die blikken minuutjes. En toen was ik een keer op school in de pauze. En toen zak ik zo'n ding af en toen mocht ik vertrekken naar huis toe. De volgende is van Jordi Jansen. Q&A, gaan jullie een compilatie maken dit jaar met Oud en Nieuw? Ja, wat gaaf is dat? Gaaf! Ja, helemaal voor dit wat jaar. Wat gaaf is dat, jongen? Piro Team Twente. Die vraagt, hoe ben je zo groot geworden? Ja, sport hè? We weten
Ik weet het zelf, hè, weet ik het echt niet. Kijk, we gooien gewoon elk jaar een compilatie online en de afgelopen jaren zijn die video's echt bizar vaak bekeken. Echt gewoon zulke zieke views, gewoon over de miljoenen video. De video van afgelopen jaar is over de 400.000 views. In een jaartje, cool. Ja, binnen een jaar gewoon, dat is echt bizar. En wat een blas. Wat jij vindt? Ik ben met Olivier. Welke leeftijd ging je als eerste naar België of Polen? Ja, die vraag zou ik wel beantwoorden net. Door mij de vraag staan. Door jou niet? Mijn eerste keer was, toen ik 16 of 17 was. Toen kwam ik gewoon voor het eerst in Baarle en Nassautje. Nou, wat had ik toen? Niet raten, alleen maar knalgoed. De volgende vraag komt van Kevin van Tafel. Wanneer komt bij jullie het oud en nieuw gevoel naar boven? Nou, dat is voor mij heel duidelijk. Voor mij is dat echt 1 september. De zomer is dan nog een beetje bezig, net de zomervakantie. En dan komt inderdaad echt het gevoel omhoog. Ja, 1 september denk ik dat het wel komt. En natuurlijk de open hart geuren en zo. Bla, bla. 1 september. Meestal gaan we in mei al naar België, maar oké, voor jou 1 september. De volgende vraag is van Real Fireworks Ross. Wat is voor het Piloteam Delft de perfecte oudjaarsdag? Weinig politie en het liefst gewoon sneeuw. Ook al is het koud? Nee. Jawel. Sneeuw geeft gewoon dat heerlijke oud en nieuw gevoel voor mij tenminste. Een sneeuwpopje van de buren opblazen waar ze uren aan hebben gewerkt. Kijk, ik vind het wel perfect dat het sneeuw ligt, maar dan moet het wel droge sneeuw zijn. Ik vind het perfecte oudjaarsdag. Ja, dat weet niet van dat smerige sneeuw. De perfecte oudjaarsdag is windstil, geen regen, gewoon droog weer. Bewolking is echt belangrijk, vind ik. Ik vind zon gewoon irritant op oudjaarsdag. Ja, hoort niet. Geen sfeer en het hoort inderdaad niet. Gewoon bewolkt, flink donker, ook overdag al en dan windstil. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie vinden, dus laat even in de reacties weten of jullie bijvoorbeeld sneeuw willen hebben of wat. Ik ben wel heel erg benieuwd. Misschien wil de een wel 30 graden hebben. Ja, ik weet niet waar ze van houden. Inderdaad, jij bent hè? Nee, jij bent. Jij hebt Huub. Huub Geesbertsen die vraagt België of Polen? Qua vuurwerk dan denk ik. Polen. Dat mag toch wel... Ja, ik denk ook wel Polen. Maar het Poolse vuurwerk heeft natuurlijk wel zijn weigeraars en zo. Ik vind wel dat het Belgisch vuurwerk mooier is afgewerkt, zoals de Uclio. Het is echt mooi afgewerkt. Hè? Die lont helemaal mooi. Ja, maar die oude George Blok en zo van uit Polen. Ja. Fantastisch. Oké, als je het over Blok hebt en qua grootte en kruidinhoud en zo, dan ga ik ook voor Polen. Bovendien is Polen natuurlijk wat moeilijker om aan te komen. Je rijdt er wat moeilijker, minder snel naartoe. Zeker. Dus waarschijnlijk is het dan ook wat exclusiever en leuker. Pyrofriek 013. Hoe vaak zijn jullie al totaal naar België geweest om vuurwerk te halen? Nou, wat zou het zijn? Een keertje of 15? Ja, denk het wel. Ik denk een keertje of 15 rondom dat getal. Ja, ik denk ongeveer elke keer 2 keer. Ja, denk het wel. Hidden Mr. I vraagt. Waarom vinden jullie het zo leuk om jullie vuurwerk op YouTube te zetten? Ja, voor de kijkers. En voor ons eigen plezier, zoals we al in de vorige video denk ik al zeiden. Van het begon voor onszelf, zodat we filmpjes later terug konden kijken. Ja, ik denk dat die... Wij keken vroeger ook echt als een gek keek bij naar andere vuurwerkkanalen. Ik weet nog dat als een klein jongetje echt Hutters Vuur bijvoorbeeld. Echt een fantastisch kanaal. Ja. Fantastisch. Ja, inderdaad. Ik zelf ook. Het is gewoon leuk om je vuurwerk te filmen, want ik denk dat het over een aantal jaar niet meer kan. En wij kunnen onze nakomelingen dan, om het zo te gezegd te hebben, kunnen we toch iets laten zien van, kijk, zo ging het toen. In HD. De volgende vraag. Henry de Roos, waar koop je het liefste vuurwerk? Duitsland, België of Nederland? Dat is ook een leuk. Ik vind persoonlijk Duitsland, omdat wij dan lekker om 5 uur 's ochtends in het autootje onderweg zijn met een fantastische sfeer. Je komt de supermarkt in, je mag een lijstje invullen, je ziet je karretje. Je ziet hem opeens zie je hem niet meer, opeens wordt in het Duits wordt een keihard je nummer opgeroepen. Ja, overal, het ligt gewoon om je heen. Honderden mensen die voor je, achter je, naast je, boven je, misschien zelfs onder je. Ja. Allemaal met kratten en dozen en winkelwagens met vuurwerk lopen. Overal waar ze vuur kan inladen zijn. Ja, ja, zeker. Ik moet er nog wel wat aan toevoegen. Ik vind het ook Duitsland. Waarom? Omdat je komt eraan en het is Duitsland. Maar je ziet alleen maar Nederlanders. Alleen maar. Je ziet alleen maar Nederlandse kentekens en bovendien iedereen in Nederlands praten om je heen, behalve de verkopers zelf. En dat is gewoon echt uniek om te zien. Random Fireworks One die vraagt, wat vind je nou echt het mooiste stuk vuurwerk wat er is? Nou, ik denk blokken, dat... grote blokken. Oh ja, ik dacht dat je hetzelfde zou zeggen, maar ik vind dat de Zink 901 of de Zink 902, niet gewoon een lawinepel. Waarom? Ja, want die knal is zo dof.
doffe knal vind ik zo mooi dat je gewoon weet dat heel de buurt jouw knal hoort. De Dutch Power Freak. Wat voor camera en microfoon gebruik je voor je video's? Ja, kijk, in het verleden begonnen wij te filmen en dat weten heel weinig mensen. Wij zijn begonnen met onze, de eerste compilatie die we online gooiden, die was met een BlackBerry. Dat was 2010-2011. Vanaf daarna zijn we elke keer met een iPhone onze compilaties gaan filmen. Zelfs de video die over de miljoen keer is bekeken is met een iPhone opgenomen. De video die we vorig jaar hebben opgenomen, die is met deze iPhone opgenomen. Met de iPhone 6. En ik moet zeggen dat niemand daar ooit wat over heeft gezegd. Het was gewoon een HD kwaliteit. Heel veel mensen die gaven complimenten over hoe goed het geluid was. Alleen sinds dit jaar hebben wij gewoon een professioneel, ja, hoe noem je dat, gewoon een echte camera gekocht. En dat is eigenlijk een vlog. Kan ik niet zien, want daar wordt niet mee gefilmd. Ja, dat is eigenlijk een vlogcamera. Het is de Sony RX100 II. En ja, dus hij kan filmen in 60 fps. Mooi. Dus nice. Oké. Okay. Welk vuurwerk vind je het leukst? Nou, ik vind... Ja, de lawinepijlen. Nou, ik denk dat hij meer bedoelt over knal, sier of categorie 1. Nee, voor jou. Ja, schijntjes. Nou, ik zelf vind het gewoon een siervuurwerk. Ja? Ja. Maar dan wel knal siervuurwerk. Ja, er moet wel mooie knal vanaf komen. Deze, maar... Zoals deze jongen. Ja, dat zijn leuke dingen. Troubleshootertje, nitraatkeetje. Het zijn trouwens dunnies, hè? Voordat er morgen je politie aan de deur staat. Dus ja, de volgende vraag. Een interessante vraag. Hoe groot is jullie team van Jonathan Zeeman? Nou, we hebben een team en dat bestaat gewoon uit een groep vrienden van vrienden eigenlijk. En ja, sommigen zie ik één keer per jaar en dat is op Oud en Nieuw. Ja, precies. En ja, mensen die nemen mensen mee. En het is voornamelijk eigenlijk wij twee en dan nog... één of twee mensen. En die nemen dan weer vrienden van elkaar mee. En zo is het eigenlijk. En dan lopen we met een mannetje of 10, 15 lopen we door de wijken. En dat film ik dan. Meestal film ik het. En hij is voor de grapjes. De volgende vraag komt van populaire liedjes. Komt er ook een compilatie dit jaar? Hebben jullie die al gehad? Die hebben we al gehad. Maar dan vinden we dat dus. Maar goed, die komt er sowieso. Dat is gewoon een vraag naar de bekende weg. Die compilatie die zal blijven komen totdat YouTube stopt. Ik zal die vraag even verwisselen met een andere die hier niet bij staat. Dat ook tussen jullie reacties gelezen van, is het ooit misgegaan met vuurwerk? Vraag kan wel heel vaak of er een ongeluk is gebeurd met vuurwerk. Ja, ik zelf heb persoonlijk maar één keer gehad. En dat was toen ik een legaal matje had opgerold en die schoot tegen mijn oren aan. Dat zie je ook in een video voorbij komen. En het grappige is... mijn broertje, waarschijnlijk een van de grootste fans, die had vorig jaar met een single shot zijn klauw naar Filistijnen geholpen. Naar de eerste hulp toe en die kwam terug en het eerste wat hij deed, hij begon weer met afsteken. Ja, alleen maar mijn broertje met mij zijn. A born pyro. Yep. De volgende vraag komt van Imadde. Wat wil je bereiken met Pyro Team Delft? Ik zal maar even beginnen met het antwoord geven. Ik hoop gewoon dat wij gewoon op deze manier doorgaan en dan steeds groter worden. En uiteindelijk dat we echt gewoon heel veel mensen krijgen die we blij maken met onze video's. En veel mensen die de video's ook liken, want dat is echt zo belangrijk voor iemand die video's uploadt. Wij kijken altijd als we net een video hebben geüpload van hoeveel views, hoeveel likes, hoeveel reacties. En de subs en zo, vooral rond deze tijd van het jaar. Ja, dat is een gekke, ja, het stroomt echt naar binnen toe. Maar dat is echt nice en wat willen we mee bereiken? Ja, we willen steeds groter worden en mooiere video's maken. En eigenlijk willen we iets meer leuke video's maken dan alleen productvideo's. Dus bijvoorbeeld een Q&A of een Omigo video of trip reports, vlogs. We willen veel meer gaan maken. Dus ja, in ieder geval, we hebben nu ongeveer 16.000 subs en dat stroomt echt binnen. We hopen ontzettend op 20.000 dit seizoen. Nou, 25.000, dat krijg je van mij een mooie taart. Ja, maar 20.000... Dat krijg je een mooie taart, ja. YouTube rij. Ja, maar ik wil gewoon die YouTube-button knijpen. Maar geen één pijl heeft het nog, hè? Maar in ieder geval, dit was dus onze Q&A-video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een reactie achter te laten wat je van de Q&A vond. En ja, dit was onze eerste Q&A, dus misschien was het nog een beetje wennen of iets, maar we hebben ons best gedaan en is jouw vraag nou niet beantwoord, die vraag zal zeker waarschijnlijk beantwoord worden, want we gaan nog meer Q&A's doen. Het is nu de eerste kerstdag en de tijd vliegt nu echt ontzettend hard. Over 3 dagen is het zover, jongens. Is het weer zover, dan gaan we hier beginnen met de avond en dan gaan we naar Duitsland en dan gaan we verslag doen, vlogje komt online.
Er komt nog heel veel kijkplezier in ieder geval voor jullie. En er is nog een belangrijke mededeling. We gaan op die avond gaan we live. We gaan om... Omegle? Ja, we gaan op Omegle. Waarschijnlijk rond 3 of 8. Die video, we gaan het nog aankondigen. Dat is de 28e s'avonds? Ja, we gaan op Omegle om 8 uur waarschijnlijk. En dan kan je ons live nog een vraag stellen. En dat gaan we ook op YouTube doen. Dus dan kom je waarschijnlijk ook in de video als je dat wil. Dus hou het kanaal in de gaten, hou onze Twitter in de gaten, @pyroteamdelft, want daar gaan we ook die info neerzetten. Ja, vond je deze video nou leuk? Vergeet dan geen like achter te laten. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet geen reactie achter te laten. En we zien jullie binnenkort snel, want vanaf vorige week hebben we elke dag een video. En het komt altijd. Shout out naar mijn broertje Aaron.